bussen bekogelen. Na Almere, Deventer en Utrecht is nu ook het chique Haarlem aan de beurt. Je lijkt je leven niet meer zeker in het openbaar vervoer. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. We hadden natuurlijk ook al soortgelijke incidenten in Almere, Utrecht, Deventer. Het lijkt een beetje een landelijke trend te worden, of niet? Ja, en er zijn ook incidenten geweest in Zaandam en in Heemskerk. En ja, er is mogelijk sprake van copycat gedrag. Dat betekent mensen zien wat op tv of op internet en die gaat nadoen. U kwam net uit de bus. Heeft u een veilige rit gehad? Ja, ik begrijp waarom je dat vraagt. het gebeurt gewoon. Toch, ja, gewoon? Nou ja, je kan het niet tegenhouden, je probeert het wel, maar ik ga niet gewoon in angst blijven leven. Je bent toch afhankelijk van het openbaar vervoer. Een steen door een ruit van een rijdende bus, ja, je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren. Ja, er is ook al heel wat gebeurd, want een man is zwaar gewond, ligt hij in het ziekenhuis. Klopt, de meneer heeft een steen tegen zijn hoofd gehad en die ligt momenteel in het ziekenhuis. Best wel heel schandalig eigenlijk. Ja, volledig mee eens. Heeft u enig idee waarom het dan juist in deze buurt voorkomt? Nou ja, er is hier weinig voor jongeren. Hè? Er wonen ver allochtonen. Ik weet ze elkaar snel te vinden, zeker nu in deze tijd. Ik weet niet of de Ramadan een rol speelt en dat ze zich vervelen en dan de straat op gaan, dat weet ik niet. Er wonen hier natuurlijk een hoop mensen uit andere landen in deze wijken. Dus ja, dat is al jaren zo. Helaas hebben we nog steeds geen aanwijzingen wie de daders zijn. Dus dat hopen wij uit het onderzoek zo snel mogelijk boven water te krijgen. De aanwijzingen die wij in de buurt kregen was dat het toch mogelijk om allochtone jongeren gaat. Is dat bij u ook bekend? Die signalen zijn ook bij ons binnengekomen. En ja, we houden ons toch altijd aanbevolen voor meer informatie vanuit de buurt. Als het hier elke dag gebeurt, dan is het toch gewoon een wake-up call van stuur iemand er naartoe. En zwaardere straffen, hè? Nederland is veel te mild. Aanpakken die handel. Hey, het zijn nog lafaards ook, want ze doen het in donker. Niet overdag. Een groepje hangjongeren oppakken lijkt me niet het moeilijkste, toch? Dat is absoluut niet moeilijk, maar dan moet het wel de juiste hangjongeren zijn. Nou, ik wens je een veilige reis, hè? Ja, dankjewel. Nou, ik hoop dat deze bus wel dubbel glas heeft. Gepantserd.